mij? Ja, dat is voor of jou. Of doen jullie dat altijd? Nou, dit doen we eigenlijk altijd. Oh, sorry. Je nog eentje extra voor Edwin. Ah, ik vind het leuk. Leuk. En de moeder van Edwin. Ja. Maar die zit te kijken nu, denk ik weer, hoor. Ja, die is wel echt blij dat ze de wekker niet meer om 6 uur hoeft te zetten. Dat ze gewoon eind van de middag even kan kijken. Een hele goede middag allemaal. Het is maandag 6 januari 2020. Hartelijk drie koningen. En belangrijker nog, een ieder die luistert van de Coen en Sander Show. Liefhebbers, luisteraars en lieve vrienden. Een heel mooi, gezegend, bovenal gezond 2020. Een nieuw jaar. Ik kan me alleen maar daarbij aansluiten. Want het mag nog vandaag, toch? Tot en met drie koningen. Krijg je ook altijd nu als mensen dan, mag het nog? Ja. Ja. En ben jij een zoener op je werk? Dat klinkt misschien gek. Ik heb hier vandaag, volgens mij, tot nu toe, ik dacht, 2 keer gezoend. Met Rick en Niels. Met Rick en Niels, allebei. Ik moest er wel een beetje weer inkomen. Ik moest even de playlist van 50 jaar goed doorspitten. Want we gaan het er niet continu over hebben, hoor. Maar in ieder geval, je bent het even kwijt dan op een gegeven moment, hè? Ja. Dat gaat heel snel. Dus het gaat heel snel. Bij 5 uur 8 iets minder snel, maar het gaat nog steeds heel snel. Ja, het gaat nog steeds. Nou, de studio is in ieder geval nog helemaal hetzelfde gebleven. Ja. Ik ben blij dat jullie de vloer even opgeschuurd hebben. Ja, hier. En kijk achter je, we hebben de mooiste groene paarse schermen voor je op. Ja. Mulder won in 2014 in Sochi als eerste Nederlander goud op de 500 meter. En ook werd hij 2 keer wereldkampioen sprint. Wauw. Ja, daar was jij bij natuurlijk, denk ik. Daar was ik bij, ja. Ja. Maar hoe oud is hij, weet je dat, joh? Nou, dan kan ik even snel googlen natuurlijk voor jou. Want ik kan me ook voorstellen, als je wat ouder wordt, is het natuurlijk ook lastiger om met die jonge gasten een beetje dat... Nou, zeker op de afstanden die hij rijdt. Ja, denk ik. Precies. Die sprinten, denk ik. 33 jaar. Ja, dat is ook wel een beetje op, toch? Dat is wel een oude sprinter. Ja. Ben je dan al op? Maar wat een klasbak is hij. Maar als je gewoon... dat is echt fantastisch. En die 500 meter, dat is zo machtig om te zien, hè? Ja, fantastisch. Fantastisch. Maar er komt een tijd dat je gewoon dat ze echt allemaal de bocht uitvliegen. Omdat het gewoon... Dat het te hard gaat, Het te hard gaat. Ja. Oh, ik dacht omdat het glad was. Gelukkig heb ik deze nog. Je krijgt ook helemaal een rood hoofd van. Nee, begint het jaar lekker voor jou, joh. Nee, dat was lekker, ja. Hey, dus jij zegt dat ze moeten gaan strooien daar.